Om de samenleving te informeren over de huidige ontwikkelingen in de maritieme sector is op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, vandaag de jaarlijkse Maritieme Opendag gehouden. Het thema hiervan was de spil in de economische ontwikkeling. De open dag was opgebouwd uit tentoonstellingen van de verschillende diensten en het delen van informatie over de sector. Volgens Michel Amavo, directeur van de MAS, is het belangrijk voor de jeugd te weten dat er een degelijk toekomst bestaat in de maritieme sector. Zoals u weet, we hebben het vaker gezegd dat de toekomst van Suriname ligt op het water. We hebben olie gevonden, die olie zal over een paar jaren geproduceerd worden. En de voeding die de mensen daar moeten gebruiken, moet vervoerd worden met vaartuigen. En daarvoor hebben we meer mensen nodig die opgeleid zullen worden in die logistieke keten. Mensen die op die boten gaan moeten werken. En daarvoor hebben we deze dag. Jules Poort, directeur transport van de Verenigde Surinaamse holdingmaatschappij VSH United, vindt het zeer belangrijk dat de maritieme sector van Suriname beter op de kaart wordt geplaatst. En wij ondersteunen het initiatief van de Maritieme Open Dag van harte. Het is zeer belangrijk om de maritieme sector in Suriname beter op de kaart te zetten. Het wordt steeds belangrijker, meneer Amavo zei het net ook al, met de vondsten van de offshore, maar ook alle onze import en export. Alles gaat via het water. En daarom is het belangrijk om onze maritieme sector goed te ontwikkelen en goed te ondersteunen. Met het oog op de huidige ontwikkelingen binnen de sector vindt MAS-directeur Amavo het belangrijk de samenleving via verschillende kanalen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.